Hey Joost, wat vind je trouwens van de Minecraft? Oh man. Oh, wat een zware dag. Oh, wat een zware. Ah, fuck. Hallo? Welkom bij een nieuwe Minecraft video. Oh mijn god. Ik ben. Ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar ik ben finaal door mijn hoofd heen geschoten met een gun. Maar ja, de pleister die helpt me gewoon tegen de bloedingen. Maar ik heb wel een beetje hoofdpijn ervan overgehouden. Gelukkig leven we nog. Het zou wel een probleem zijn als we daadwerkelijk ten onder gingen daar. Anyways, ik ben meteen van Rudy's huis naar hier toe gegaan. En we zijn in de base. En voor de mensen die het dus gemist hebben op Rudy's kanaal. Hij heeft dit ding geplaatst in mijn tuin. En met een bordje. Hallo? Ik heb een vriend! Hallo vriend! Waterzombie. Wat doe jij hier? Oh, mooi makker. Oké, hij staat hier. Help me met een raid. Man. Oké, Rudy. Rudy wil dus dat ik hem help met een raid. Daarvoor kwam hij naar mijn base. En toen werden we in ons hoofd geschoten. Zonder reden. Whatsoever. Dus het was een beetje vreemd allemaal. Maar oké, sure. Ik wil Rudy wel helpen met een raid. Is hij online? Hij is online. Heel goed. Large chest. Wat? Furnace. Large chest. What the fuck is dit? Furnace. Large chest. What the fuck? Is ook bed? Bed, chat edit box. Oh mijn god, hij doet bed ook. Leave bed button. Dit is heel raar. Wacht, hoe kan ik dit uitzetten? Game menu. It's gone. The narrator is disabled. Dat was funny. Anyways, ik moet dus naar Rudy toe. En dat komt via de nether blijkbaar. Rudy heeft me een beetje een tour gegeven met zijn video van zijn huis en alles wat hij heeft. We zouden dus via dit ding helemaal naar Rudy's base kunnen gaan. En dat is wel handig. We hebben wel power drills, maar we hebben geen minecart. Laten we een minecart meenemen. Oh man, die wond. Dit doet wel een beetje zeer aan mijn hoofd. Wat? Oh, we spawnen. Oh ja, tuurlijk, we spawnen bij Harm. Ik was het even vergeten. Ik denk, wat doet die lama hier? Hallo? En Harm's base wordt geraid. Oké, Harm, veel plezier met je raid. Ik ga naar huis. Oké, ik moet dus eventjes een minecart hebben. Alleen weet ik even niet uit mijn hoofd hoe je die maakt. Volgens mij had ik die letterlijk genakt uit een mineshaft. Oké, we got a minecart. Nou kunnen we weer terug. We zijn in de nether. Oké, let's go. Minecartje in de pocket. We hebben wel wat powered rails op plekken voor als het zeg maar heel erg traag gaat. Het gaat nu al traag. Wait a second. Oké, we gaan het eventjes versnellen. Nee. Kom terug. Stop. Met rollen. Waarom doe ik dit eigenlijk? Dit is niet eens mijn nether. Ik zit gewoon mijn resources hiervoor te gebruiken. Ik weet niet of dit verstandige keuze is. Werkt dit? Dit werkt. Zou dit werken? I don't know. Ik help Rudy gewoon een beetje met zijn baan. Of ik help Harm. Ik weet eigenlijk niet. Eén van de twee. Oké, laten we het vanaf hier maar gewoon proberen. Even wat voedsel. Even wat springen. Heb ik gewoon honger gekregen. Gaan we. Go. Over the tracks. Jeet. Nou, anyways, we zijn bij een deur. Rudy had me uitgelegd dat dit dus zijn base is. Of althans, dit gaat naar zijn base toe. Dus, hallo, Rudy's base. Er loopt hier een schaap en een varken. Ik weet niet wat die hier doen. Maar let's go! Dit is Rudy's base, dames en heren. Die kennen jullie vast wel. Hey! Elo. Waarom sta je in dit hoekje? Ik wilde je laten schrikken. Ja, ik zag je naam gewoon door de stenen heen. Ik wilde niet heel veel zeggen, hoor. Dat is zo vervelend, man. Ik stond hier echt helemaal klaar. Gewoon klaar om... Weet je wel? Hoe is het met jouw hoofd, Rudy? Ja, mijn hoofd doet pijn. Ja. Ik heb het idee dat mijn linkerarm niet meer zo goed werkt en mijn been. Oh, man. Ja, ik heb... hij heeft gelukkig bij mij in mijn wang geschoten. Dus het gaat op zich wel oké. Ja, oké. In jouw video zag ik jou dus een standbeeld plaatsen in mijn tuin. Dat was geen... Oh, je bedoelt dat baken van, hier staat een bordje voor. Ja, dat baken. Maar ik werkte met dat goede contrast, want dan heb je roze en daarvoor dan dat bruine, zodat het bruine opvalt. Juist, zodat je het niet kan missen. Precies, dat baken, ja. En ja. We wilden toen al samen gaan raiden, toen werden we... Het was een pick. Toen werden we neergeschoten en nu zijn we hier. Toen ben ik maar naar huis gegaan, Rudy. Ik was er helemaal klaar mee. Waar gaan we naartoe? Wat is het idee? Ik heb geen idee. Wat kom je doen? Ja, jij wilde toch raiden? Oh, het is raid dag. Ja, ey. Hi. Wat doe je dan in die boot? Kom, gaan we raiden, toch? Raiddag. Ben je voorbereid voor de raid? Letterlijk de onmogelijke raid. Ik heb dit. Hoeveel is dat? 58, 59. Oké, ik hoop... Wat doet die lama? Dit is hopelijk voldoende. Die lama. Ja, laten we gewoon iron golems maken, Rudy. Dat lijkt me wel het beste plan. Wel toch? Als we dat gewoon 4 hebben... Dan kunnen we ze gewoon als een unit erin laten knallen en hopen dat ze gewoon... Iedereen doden. Ja. Dat wij snipen. Als jullie Rudy's video niet gezien hebben, er waren echt heel veel makkers. En ik maak me zorgen. Ja. Wat is dat trouwens met je armen? Waarom is die zo grijs? Ja, dit is mijn leven. Dit is mijn levensstijl. Denk je dat dat gaat lukken? Ik heb 1 diamond nog, Rudy. En de rest van mijn diamonds heb ik deze pickaxe van gemaakt en deze shovel. Dat is alles wat ik heb. Oh, kom hier. Ik ben nog een arme sloeber. Ik mag hier niet naar binnen. Dit is alleen voor de uitverkorenen. Oké? Wie is de uitverkorene?
Dit is een challenge. Als jij hier levend uitkomt, dan is de beloning voor jou. Oké, okay, let's go. Als je hier levend uitkomt, dan ga je goed, Joost. Oké, okay, het gaat me goed. Ik heb het gehaald. Wauw, je bent de chosen one. Ongelooflijk. Wie had dat verwacht? Het was een trap, Rudy. Zo. Ah! Ja, het was een trap all along. Super mega raid gearbox. What? Maar hey, Rudy. Oh, dat wist ik niet. Ja. Laten we gaan. Laten we eerst de golem spullen meenemen. Want ik weet niet wat je hebt voor de golem nu in je... Ja, in de epic gearbox of loot zat 4 blocks of iron. Dat is genoeg voor 1 golem. Kom maar 4. Dat is goed. Ja, maar we hebben wel meer nodig, weet je. Pompoenen. Maar we moeten van die speciale pompoenen hebben. Hoeveel... Ja, maar daar heb ik een oplossing voor, Joost. Wat is de oplossing? Volg mij nou maar. Ja, ik volg je. Kijk, ik zit in je boot. Je hebt pompoenen, weet je wel. Ja, dat is hier een ding. Oké, aan jou de eer om even 2 te pakken. Maar we moeten ze wel carven. We moeten een mooie gecarved pompoenen hebben. Ja, maar pak even twee. Oké, doe je zo, En dan krijg je dit, hè. Ja, let op, hè. Krijg je dit. Oh, je hebt een schaar gemaakt. Oh, daar is het. Dan ga je even speciaal vanuit het balkon. Ja, ja. Oké, en dan zet je je pompoenen neer. Oké, ja. Dan doe je dit. Oh! Hup. Zo maak je die makkers. En nu is hij weer weg. Dat is cool. Ja, ik ben een Minecraft pro. Ik bedoel, ik had het je gewoon al meteen kunnen vertellen. Weet je wat ook cool is? Nee. Oh, dat kan niet meer. Ik kon een jack-o'-lantern maken. Jawel! Haha! Hier. Ja, maar nu heb deze geeft licht! Nee, nu is het helemaal verpest. Dat is toch cool, man? Nee, vind ik echt heel stom. Wat? Maar ja, ik kan wel even kijken hoeveel bloks ik kan maken. Hoe meer, hoe beter, toch? Ja, ik heb er 12 hier. Nee, niet van poenen. Oké, ik knip ze wel. Ik dacht dat je dat bedoelde. Ik bedoel de iron blocks. Oh, okay, volgens mij, nee. Volgens mij heb ik ze allemaal ge... Ja. Ze is allemaal gedaan? Ik heb vet veel pumpkin seeds nu, jongen. Ja, je krijgt de seeds uit je. Ik heb er ook een paar. 56. Dat is nice. Oké, ik drop de rest van die jack-o'-lanterns wel in die kist daar, want dan... Ja, is cool. Doe dat, is heel cool. We hebben er echt niet 12 nodig of zo. Ja, nou, misschien. Nou, ik kan er 3 maken, dus ik heb er nu 3. Dat is fijn. Ja, dat is fijn. Dat is fijn, weet je. I'm good to go. Laten we gaan. To battle. To battle. Ho. 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 En dan die schilden tegen elkaar klappen. Oké. Dat is heel matig. Oh, ik heb mijn bedspan hier. Zullen we niet eerst slapen, trouwens? Laten we gaan. Ja, laten we gaan slapen, inderdaad. Oké, dat is goed. Laten we gaan. Onwards to battle. Follow me! Oh, ik wilde met de boot. Oké. Follow you! Follow me! Ja, we kunnen ook met de boot naar de... Gaat dat snel? Nee, dat gaat niet heel snel. Jeet! Yep! Oh, dat is het. Heb je trouwens... Wacht, Rudy. Oh, hoeveel vlees heb jij? Ik heb 19, maar ik realiseer me nu dat meer wel handig is. Ja, ik wou zeggen, het moment dat we geen vlees meer hebben, kunnen we niet meer rennen. En dat is een probleem. Onboard to battle! To battle! Edit je de muziek er maar in. To battle! To battle! Oké, we komen hier alleen wel bij. We komen hier wel bij een andere basis uit, Rudy. Dus het is niet helemaal. Ah, dat weet ik. Oké. Okay. To battle! To battle! Met z'n tweeën. Eén van ons gaat dood. Is dat zo? Alright. Uh-oh. Ja. Hij is ook een merchant. Oh ja, ja. Klopt. Ik was hier net ook toevallig. Nou ja, volg mij maar. Hij heeft heel veel iron golems. Oké, ja. Ik ben hier letterlijk 2 of 3 keer geweest. Geen idee hoe ik weet alleen vanaf hier hoe ik naar huis kom. We zijn bij mij thuis, Rudy. Dit is niet waar we heen moeten. Of wel? Niet? Wat zoek je? Nee. Maar ik zat te denken, is het handig om een lava mee te nemen of zo? Ik heb hier wel buckets. Oh mijn god, ik heb geen TNT meegenomen. Oh, ik heb 6 TNT. Hier, wait, you can have the health. Oh, maar ik heb ook geen flint en steel. Ja, wacht, die heb ik al voor je. Dit kan je hier. Oh, wat een grappige constructie. Je hebt hier allemaal kisten, dat heb ik nog niet gezien. Wat? Heb je gesnoepeld in mijn kisten, Rudy? Ik snoep nooit. Oké, ik ga trouwens even naar mijn wortel kijken. Wortel! Oh. Thanks, Rudy. Zo. Die gozer die dat heeft geregeld, die is vast heel aardig. Dat is echt water trouwens. Oh. Waarom heb je geen water hier? Dat vind ik stop, echt heel gek. Stop met alles van ijs maken. Ik vind het wel echt een vreemde keuze dat je gewoon geen water hebt in je moestuin. Oké. Ja, bizar. Bizar dit. Fucking frostwalkerschoenen. Oké. Ik wacht op ik stuur de Minecraft naar boven, dan kan je ook komen. Wat? Oké, is cool. Komt ie. Je kan ook gewoon jezelf recht naar beneden graven, dan vind je vanzelf lava. Oh, hij doet het niet. Wat bedoel je? Wil je jezelf doodgraven of zo? Waar heb je het over? Oh, je bent er gewoon daar. Denk je dat ik dit niet kan lopen of wat? Hij doet het niet. De minecart. Ja, dit is aflevering 1 heb ik deze minecart gebouwd. Je moet niet verwachten dat ik in 1 aflevering zoveel... Heel serieus. Ik wil hem nog doortrekken naar hier. Laat me met rust. Kijk, ik zei het. Easy. Nou, dat was... Ik zat gewoon een checklist. Ja, dat was niet de bedoeling. Kut. Dat is het enige wat ik in mijn inventory had. Nee, hij is verbrand! Kut! Hoeveel heb je er nog? Ja, nog 2. We moeten er nu nog even eentje... Oh. Diamonds! No! Nee, dips! Nee, ik zag ze! Rudy! Dips.
Nee, Joost! Ik heb geen blokjes, kut. Oké, wacht. Rudy, come on, dit is mijn. Ja, maar ik heb je dat armor gegeven en ik zei, ja, we moeten deze kant op, we vinden meteen diamonds. En als jij te claimen, dan heb ik heel veel spelen. Rudy, kom op, het zijn er maar drie, niet zo zaniken. Oké, als ik de diamonds mag hebben, dan mag jij het armor houden. Oké, deal. Nee, ik wil het armor terug, oké? Okay? Ik wil sowieso je armor teruggeven. Oh, nee, dan wil ik de diamonds. Wat wil je nou? Het zijn vier diamonds. Je hakt ze al, zak. Oh, sorry, hier. Keuze is gemaakt, nee. Oh. Ja, we zijn bij jouw basis, lekkerste manier, want we gaan toch dood. Maar niet thuis. Oh, dit is gewoon mijn tweede diamond find, ik ben heel erg blij, oké? Ja, en ik heb dan dit voor je. Heb je meer lava buckets? Hoeveel zijn dat er? Twee? Twee, en ik heb er zelf twee. Oké, okay, ja. Nice. Ik ben alleen één jack-o'-lantern kwijt, dus die moeten we opnieuw maken. Oké, okay. To battle! Rudy, je zei dat het toch ergens bij de woestijn was? We lopen zo... Hey! Ja, dat is bij de village en dan de woestijn. En dan... Je ziet dat ik zie, maar hier stopt de woestijn alweer. Ja, ik wou zeggen, kijk koeien, maar... Ik dacht dat het pilletjes waren, dat we er eindelijk waren na jaren lopen, maar... Dat was een koe. Maar dit is... Is dit niet achter die berg of zo? Ik weet het echt niet meer. Nee, het was echt in de woestijn in mijn herinnering. Goddammit. Maar misschien gaat de woestijn daar verder, ik ben het even kwijt. Oké, laten we gewoon doorlopen. Misschien komen we er wel. We zijn nu bij de village Rex. Oh, hier is die, hier is die. Dit is hem niet. Wat? Is dit een andere? Dit is een andere. Are you kidding me? Lol. Oké, prima, whatever. Wil je deze doen dan? We zijn hier... Oh, er zijn in één keer drie pillagers. Ja, ze zijn al begonnen, dus geen keuze. Laten we gewoon doen, toch? Ja, we gaan er gewoon voor. Ik slacht ook gewoon de varkens. Okay. Ik bedoel, deze makken lopen echt al zo lang bij mijn base. En ik heb ze nooit wat gedaan. En nu eindelijk val ik ze aan. Alleen dan niet hun, maar een soort van variatie. Hey, kun je even terug even mijn loentje chappen? Oh ja? My god, je hebt er echt heel veel achter je aan. Wacht. Yep. Rudy, ik heb een idee. TNT! Oh. Boom! Oh, ik damage ze er fucking veel. Oké, ik eet voor mijn leven. Ik heb echt heel veel damage. Oké, lava. Oh. Go! Bye, boys. Ik heb de één kunnen killen. Ja, ze gaan allemaal de lava in, Rudy. Ja, echt? Ja, ik kill ze allemaal met lava. Wat is er? Ik ben bijna dood. Rudy, ik moet mijn lava weer volpakken. Help me snel. Oké, ik kom eraan. Alvaartje, nee! Rudy, ging je dood? Oh mijn god, niet mijn spullen pakken. Kom maar aan. Nee, ik ben mezelf aan het... Rudy, er zit hier een zombie op een kip. Hij rijdt op een kip. Nice. Ik word aangevallen door een kipzombie. Dat is cool. Okay. We zien, hier. Check. Ik heb allemaal spullen, dat is wel schattig. Maar ik heb ze trouwens allemaal gekillt voor je. Graag gedaan. Joost, ik ben allemaal mijn levens kwijt. Of al mijn XP kwijt. Ja, dat is wel vervelend. Ik heb 29 levels, en realiseer ik me nu. Ik wil niet doodgaan. Ja, dat had ik dus ook. Laten we even slapen, Rudy. Heb je die bedden nog bij je? Wacht je! Jezus. Heb je die bedden nog? Ik ben heel even bezig. Kom even slapen, Rudy. Kom even slapen. Jemer, ik heb zoveel arrows in me. Hey, we made it back. Oké, nou is het wat makkelijker te killen. Maar die lava is echt heel slim, want ze blijven namelijk allemaal stilstaan als ze gaan schieten. Dus je legt gewoon lava op, ze tikt ze er allemaal in. Nou, dat is leuk. Goed dat we deze warming-up hebben gedaan, zeg maar. Dan weten we dat. Oké, wacht. Lava! Oh, wacht. Je moet wel een beetje in de buurt blijven van de lava dan, anders gaan ze natuurlijk niet in. Tik zeg, laat er allemaal die lava in. Het is zo mooi. Oké, ik word een beetje geattacked nu. Door best wel veel van die beesten. Ga de lava in. Ah, sukkels. Ze rennen er gewoon in. Oh, Rudy, ze zitten allemaal bij jou. Ja, ze zitten allemaal bij jou. De golem is vrij. Nice. Ja, pak ze. Nice. Hoppa. Oh, die heeft een enchanted crossbow. Oké, hij heeft geen deur. Oh, ze hebben wel een deur. Hold up. Blokkeer de deur, Rudy. Wat is het? Oh, hey, loot. Ja. Ik had nog geen crossbow, dat is wel leuk. En ja, een bol. Aardappels! Ik heb ze legit gevonden. Zullen we dit niet opblazen? Wacht, Rudy, ik heb een idee. Wat? Oké. We need to end this once and for all. For our brethren. Ga je doen? I did it. I must go now. What are you doing though? Ik heb lava op het dak gelegd. Auw. Ik heb mezelf Niks aan de hand, Rudy. Niks aan het handje. Oh wacht, ik moet opsturen voordat mijn items in de lava vallen. Rudy! Mijn items! Israël! Nee, de Iron Golem die staat ook in de hands trouwens. We killen de Iron Golem. Ik hoorde iets doodgaan. Oh nee, de Iron Golem is aan het sterven. Oké, ik heb alles... maar je moet wel echt weg bij het lava. Auw, oké. Dat was niet handig. Sorry, Iron Golem, son. Dat is niet de bedoeling. Dit was de eerste, Joost. Hoe gaan we dat aanpakken bij de volgende? Heel veel lava blijkbaar, dat werkt. Yep. Ik heb alleen nu wel twee lege buckets. Dus het is wel een beetje jammer. Ik ben al mijn levels kwijt. Ik had 29 levels. Oh man. Kijk nou hoe mooi dat lava is op de achtergrond, Rudy. Het is fantastisch. We did our job. De toren is aan het fikken. Wat is het mooie?
Dat. Oh, die drie houten dingen uit het water komen. I mean... Je wilt er heel zeker verdwaald in mijn ogen, of niet? Ja, wat heb je het nou over, man? Let's swim to the loot. Yeet. Ik wil wel zwemmen, maar ik kan... Stop. Oh ja, oh boeken. Nice. I'll take the books. En een buried treasure map, Rudy. Nani. Ja, hey, hoe lang wil je dit uittrekken? Ja, heel lang, maar we gaan weer verder. Ik ga de buried treasure map wel een andere keer doen. Oeh, ik heb een ladder cap met protection 1. Nice. Suspicious 2. Ja, dat is niet zo interessant. Maar ja, er zijn er maar twee. Inderdaad, laten we reden. Goddammit. Oké, fuck it. We're going. Oké, okay, let's go. Oké, okay, we moeten even een goede plek zien te vinden waar we de Iron Golem gaan neerzetten. Oh, ze lopen daar al. Heel fijn. Ik weet niet of we hier al de Iron Golem... Oh, kijk daar links! Kijk daar links! Wat? Die hele groep loopt daar een hele rij. Kijk nou! Wow. Ja, oké. Wat doen ze? Oh, ze zien ons. Oké, okay, let's go. Oh, we doen het zo onmogelijk. Ja, ik denk het ook. We moeten echt bij die Iron Golems blijven. Ja, dat moeten wij ook wel doen. Is dat een lavapool? Volgens mij wel. Hier, recht voor ons. Dat zou kunnen, zo kunnen. Hier is er eentje, by the way. Ja, ik zie het, ja. Een makkertje. Hier beneden is lava. Nee, hier recht voor me. Wacht, kom. Oh my god, er zijn heel veel makkers. Oh my god, de lavapool wordt verdedigd door duizenden van die bitches. Nee, ja, de lavapool is daar verderop. Oh, zeg die hier al. Ja, maar die... Okay, wat doen we met ons bed? Wil je die hier al neerzetten? We moeten nog verder. De toren is... Oh, daar is de toren. Ik zie de toren. Ja, ja, maar dit groepje moet even weghouden. En deze maar gewoon ouderwets uitschakelen. Oh, ik ben wel even heel erg hongerig. Oké. Okay. Oké, okay, dit is niet leuk. Ik val diegene aan die jou aanvallen, zeg maar. Als een soort van afleiding. Oké, okay, there we go. Dat was mooi. Oké, okay, nice. Oké, okay, ik denk dat we hier dan toch maar ons bed neer... Dan kom je. Snel ons bed moeten droppen. Toch wel? Ik wil heel graag dat lava eventjes looten. We moeten echt onze golems gaan plaatsen. Ja, ik denk dat we hier op zijn minst al één golem op zijn minst moeten plaatsen, toch? Yep. Oké, pak jij die airco, ik doe het. Woody, Woody, ik word heel erg aangevallen. Ik heb het verkeerd gedaan, Woody. Help. Oh. Ik heb hem geplaatst. Je hebt hem. It is placed. Ren. Oh, dit gaat zo hard. Oh, ik zie ze allemaal vliegen. Oh, hij heeft een hele grote AOE. Dat is nice. Golem, go, golem, son. Kijk hem allemaal swipen. Kijk hem er doorheen gaan. Jeeten, dat is mooi. Niet harder. Ja, ik blok alles. Oh, kun je die golems niet laten volgen met een lead of zo? Ja, dat kan wel. Maar heb je een lead bij? Ja. Ja, als je hem aan een lead vastmaakt, dan kan je meenemen. Oh, jullie zijn er heel veel. Nee, maar we verslaan ze wel hier, hè. Ons plan zou legit kunnen... Ze blijven inderdaad komen. Okay. Get your ass to the lava. Oké, okay, ja, ik moet even de lava pakken, inderdaad. Even snel eten. Ik hou ze wel bezig, zodat ze ons niet erin gieten. Oké. Okay. Oké, okay, er lopen er wel heel wat om de lava heen. Dit vind ik een beetje eng. Oké, okay, ik heb het. Oké, okay, nice. Boop, boop. Tik hem erin. Ja, nice. Boop. Nee! Eet snel. Oké. Ja, ik heb geen eten, ik zit vol. Oké, als die vuur even stopt, dan kan ik healen. Oh, waar is de golem? Ja, waar is de golem? Is hij dood? Nee, toch? Of oh, mijn god, ik blijf tikken, Rudy. Oh, hel, ik heb één hartje. Oké, heel snel, ik hou ze hier bezig. Maar waar is de golem? Is de golem serieus dood? Ik denk dat hij legit dood is. Hij heeft te veel getankt. Onze strijder. Oké, maar ik moet zeggen, strijder. Het is wel heel rustig hier nu. Ja, wacht maar, ze blijven komen. Ja, maar de toren is heel close. Kijk hoe dicht bij de toren we zijn. Ze spannen we wel. We kunnen gaan voor de fucking sprint en helemaal omhoog bouwen. En dan laten we de golems naar beneden vallen, weet je wel. Ja, maar hebben we ook fall damage. Echt? Ja. Ja, oké, maar dan kunnen we altijd nog goed van de eerste verdieping een opening maken, toch? En ze duwen. Ja, dat kan wel. Oh nee, dit zijn al zo veel. Oh my god, we gaan terug. Nee, de chicken! Oh, dat is de Iron Golem shit. Ja, yeah, dat is van de Iron Golem. Oh, dan komen er meteen weer zoveel What the fuck, dat was zoveel. Oh my god, dat waren er echt heel veel. Ze spannen allemaal in. Ik ben zo bang. Kunnen we dat überhaupt overleven als we gewoon voor een sprint gaan? Ik weet het niet, ik denk het niet. Oh my god, Rudy, dit is insane. Dit gaat die golem nooit kunnen tanken. Oh my god, Rudy, dit is insane. Hoe gaat die lead los? Rudy, als jij naar de andere golem loshakt... Ja, maar ik krijg die lead van deze ineens los. Ik weet niet hoe. Oké, ik ben aan het gaan. Ik bouw omhoog. Oh my god, ik zit op de toren, Rudy! Oké, mooi. Ik word beschoten door al mijn arrows. Ik zie ze allemaal vliegen. Mooi. Ik ben hier in het volle lagfest bezig, maar ze staan nu allemaal om de golem heen. Oh my god, ze komen allemaal bij mij toe nu. Dit is fantastisch. Ik ga lava naar beneden laten stromen. Oké, ik ben een beetje de toren aan het opblazen. Loki. Boom! Lekker! Ik zie het! Oh mijn god, er zijn hier zoveel! Oh, ik zie het, ja. What the fuck? Joost, dit is niet te doen. Nee, mijn TNT valt! Kut! Oké, ik ben mijn TNT kwijt. Oké, we kunnen meer de golems spawnen hier.
Ja, als je dat kan doen. Ik zit hier echt letterlijk even te kiten, want ik... Oh, Oké, ik heb een idee. Ik spawn de golem, zeg maar, zo aan de rand van de base, dat hij naar beneden valt. Hey, you go, girl. Oh nee, de chest is kapot! Ik heb de chest opgeblazen nee. met de TNT. Oh, Joost. Sorry, ik ga kijken wat erin zit. Ik heb wat iron. Oh, een boek met fortune! Ja, mijn lag valt wel mee, maar die guys die... Oké, ik heb een iron golem gespant. Hij duikt erin, wat een held! Kijk hem gaan, what the fuck! Hij is omringd door duizenden guys! Oh my god! Ik ben hier gewoon nog bezig ben met mijn eigen 50 guys en jij bent helemaal jij. Het is zo insane hoeveel mensen die omringd werd. Ik kom er gewoon aan. Werd is hij dood? Oh, kut. Ik wil er nog eentje spannen, maar ik heb geen pumpkin meer. Ja, ik heb hier een golem gemaakt. Hij moet alleen nog een hoofd hebben. Er gaat langzaam een spoor van lava naar beneden die op die vindicators valt. Die daar beneden staan. Ze zullen allemaal verbranden. Ja, ze verbranden! Oké, daar gaan ze. Ze staan allemaal in de hands, Rudy! Ik heb letterlijk al die vindicators in de hands zitten hier beneden. Nice. Dat was het slimste idee ooit. Ik lokte ze eerst allemaal naar me toe met die Iron Golem en toen heb ik ze allemaal in de fik gezet. Oké, ouwe, ik probeer een soort van omhoog te werken. Ja, het ding is nu, als die vindicators me raken, sta ik meteen in de fik omdat die arrows in de fik gaan. Oké, hier Rudy, kom. Rudy, hier. Span hier, zet hier eventjes een pumpkin op. Ah, oh, ik zet de fik. Hier, zet daar de pumpkin op. Hier. Ja, maar dit wacht, nee. Kom. Ik moet even op steen staan. Wat moet ik doen? Zet daar een iron ding of een hoe heet het, een pumpkin op. Oké. Dan valt hij naar beneden. Oké, nou zweeft hij dat, maar hij valt wel in de lava. Oh nee! Hij valt in de lava! Ik wou net zeggen, hij valt in de lava! Arme jongen! Hij leeft nog! He's alive, he's killing. He's going strong, Rudy. Oh, we hebben volgens mij echt al letterlijk 200 van die dingen gekillt. Letterlijk. Ik zweer het, we hebben zoveel gekillt. Het begint ook letterlijk rustig te worden. Ja, maar nice. Ze spannen volgens mij niet meer. Dit was ook zo'n broken spot, jongen. Hebben we serieus gewoon het soort van gekleerd? Oh, daar loopt hij! Hij loopt hier beneden! Oh ja, echt? Ja, ik zie, hij heeft de laatste gekillt! Wat een man! No. Het ding is wel... Je had ook nog die hele groep toch voor... Ah, kak, stop. Ja. Die hele groep. Er zijn nog echt gewoon van die hordes die hier rondlopen achter de bergen en zo. Maar dude, we did it! De Iron Golem loopt hier rond. Oh mijn god, wat een makker. Zal ik er gewoon nog één neergooien? Ja, geef hem een vriend. Ouwe, ik had dus hier beneden, kijk hier zo. Ongeveer, maar dan aan de andere kant van de toren. Had ik één zo'n ding gedopt, zo'n Iron Golem. En dan stonden er echt, denk wel 30, 40 omheen van die pillagers. En toen dropte ik lava op zijn hoofd. Oh, nu komt de rest. En toen ging letterlijk iedereen dood. Oké, we gaan verder, Rudy. The battle is on! To battle! Bye, boys! Bye, boys! Ultimate Madlet! Boom! Je zag zelfs allemaal jeeten. Hup, oh, ik heb er best wel veel gekund met dat lava en die TNT. Oh, ik ben bijna dood. Ja, lava is echt de bree, jongen. Ja, inderdaad. Dat is wel één kistje, maar we hebben wel een goed boek eruit. Fortune 3. Oh, je hebt er nog wel kunnen looten, hè? Ja, ik heb de Fortune 3 eruit kunnen halen. De chest heb ik zelf ook geloot. Ik heb 5 bottles of enchanting nu. Een paar boeken erbij. En nog een paar wortels en aardappels. Maar voor de rest viel het wel mee. Ik heb met de mobspannen nu weer, dus ik denk dat we even weg moeten hier. Ik denk dat we de server een dienst hebben verleend. Ik denk het ook, Rudy. We did our job. Je hoofd zit vol met pijlen. Oh, ja, ik zit er echt flink onder. Jemig. Waarom is Minecraft stiekem toch best wel leuk? Oké, we bounce in. Hey, hier is trouwens die Phyllis chat. Ik wil jullie hem heel graag laten zien. Maar het is niet zo spannend, want er is niks. Hey, Rudy. Hello. Oké, als het goed is mijn huis hier beneden. So that's ja, nice. Kijk, dat kun je zien door dat gigantische opvallende roze ding. Wauw, opvallend roze ding. Rudy, ik ga je verlaten. Ik vind het mooi geweest. Ga jij weer naar je huis toe via de Nether? Wat zit je nou te doen? Wat zie je alles? Waarom spring je op mijn crops? Wat? Kerel! Are you kidding me? Wat? Ik ga wel naar huis via de Nether. Nee, wacht. Je krijgt van mij een lead als ik het boek mag hebben. Oh, maar dat boek, Rudy. Zo'n mooi boekje, hè? Oh, oké. Maar weet je, zo'n lead? Ja, geef me die lead maar. Het is een compleet rare ruil dit, maar dat maakt niet uit. Ja, weet je. Ja, er zit wel wat zand bij. Hier, zand erover. Oké, hey. Hey, doei, hè? Doei, Rudy. Nou, bedankt voor het kijken. Tot de volgende Minecraft. Minecraft!